Ik denk dat het een rare gebouw goede combinatie van jeugd en van meisjes wat al in die verleden een paar wereldbekers gespeeld het. So, het is voor mij als kaptein een ongelooflijke voorraad om hulle te kaptein en naar hierdie wereldbeker toe te gaan. Ik denk rare ons is raar en ik zie wel uit naar waar die wereldbeker brengt. Ons het rarig nog wel een succesvolle seizoen achter die rug. Ons het in Bangladesh en Sri Lanka einde laagsoor gespeeld en baie succesvol geweest. Beide die ODI en T20 gedeelte gewen. En dan ook het ons nou onlangs teruggekom van Doha in Qatar, waar ons tegen Ierland en Pakistan gespeeld het en ook baie succesvol was. 6 van ons 9 wedstrijden gewen het. En ek denk dit was ook onder moeilike omstandighede. Baie dieselfde as wat ons nou in Bangladesh gaan kry. So ek denk dit het ons definitief voorberei en ons is definitief opgewonde en ons kon bietjie geleer het uit ons ondervinding daar en daaraan gaan bou en hopelik is ons reg teen die tyd wanneer ons wereldbeker toe gaan. Ja, definitief hulle beide is in ons groep vir die wereldbeker, so ek dink dit help om dan 'n idee te hê teen wie ons gaan speel en wat ons wat waarvan hulle span gemaak is. So ek dink ons kan bietjie teruggaan en bietjie van die video analise wat ons gekry het gebruik en ons net so bietjie beter voorberei. So ek dink dit help baie. Dit is definitief 2 van die wedstrijden wat ons gaan moet wen as ons in die semifinaal wil kom en dan ook het is ongelukkig vir Australië en Nieu-Seeland in ons groep. So dit gaan definitief moeilik wees, maar ek dink met so 'n kort formaat van cricket is enigiets moontlik. So ek dink ons gaan net daar gaan en ons beste gee en hopelik die land trots maak.